Er is de laatste tijd aardig wat reuring in de D-segmenten, maar het grappige is, als je echt zweert bij een Japanner, dat er niet zo gek veel te kiezen valt. Nissan heeft jaren geleden de Primera over menu gehaald, de Honda Accord is in Europa weg en als je dan niche-speler Subaru met zijn Livork even vergeet, is dit het enige dat er overblijft. Toyota Avensis heeft inmiddels een tweede facelift alweer gekregen en dat moet ook wel, want hij is alweer 7 jaar oud in deze vorm. De auto heeft eigenlijk altijd al die tijd een groot probleem gehad en het is een gebrek aan seksappeal. Als je deze auto 's avonds in de straat zet, dan staan er geen kinderneusjes tegen de ramen aangedrukt. Als je deze sleutel op de bar gooit, dan komen er geen veel te jonge vrouwen met veel te korte rokjes in je oren lispelen of zo'n blokje mee ommogen. Nee, als je deze auto onder de carport zet, dan staat je vrouw tevreden op je te wachten 's avonds. En er is een goed oud-Hollands spreekwoord wat zegt, liever 1 tevreden vrouw in de hand dan 10 wilde vriendinnen in de lucht. Dus er is op zich niks mis mee. En toch, Toyota heeft hem een stuk spannender gemaakt om te zien. Als je naar die neus kijkt, die is mooier afgerond. Wat ik persoonlijk een erg mooi detail vind, is die zilveren strip, die vergroomde strip, die bijna naadloos in die LED-verlichting oploopt. Dat is mooi om te zien. Interieur is ook een stuk beter geworden. Het is overzichtelijker, het is allemaal wat opgeruimder. Veel meer functies gaan op het grote touchscreen en het werkt gewoon erg prettig. Je hebt ook een hele fijne zit. Wat wel opvalt in vergelijking met die Mazda is dat je een stuk hoger zit, maar voor de rest is het gewoon erg goed. Wat misschien nog wel veel belangrijker is, dat Toyota ook goed naar het onderstel heeft gekeken. De vorige, of eigenlijk voor de facelift moet ik zeggen, was nogal hard en bonkerig. Nou, dat hebben ze echt wel opgelost. Hij is een stuk comfortabeler, een stuk zachter, maar niet wazig. Het is een hele fijne reisauto geworden. Nou weet je, net zo goed als ik, dat ze bij Toyota heel erg inzetten op hybride techniek. En dat betekent ook dat ze niet zo gek meer investeren in diesels. Toyota denkt van diesel op de lange termijn heeft geen toekomst. Nou, of ze daar op de lange termijn ja of nee gelijk in hebben, dat zal de toekomst leren. Maar op de korte termijn hebben ze dat in elk geval niet. Want zeker in dit segment moet je in Europa diesels hebben. Nou hebben ze gelukkig vrienden bij Toyota. En een van die vrienden is BMW. En daar hebben ze dus de diesels vandaan gehaald. Deze diesel komt uit de vorige Mini Cooper en dat is een klein autootje. Die motor heeft 112 pk en in die Mini gaat dat prima, maar in deze is dat wel net aan hoor. Als je vanaf stilstand moet je echt wel even doortrekken. Als je bijvoorbeeld gaat inhalen op snelweg moet je echt poken. Eenmaal op snelheid is het een prima motor overigens, maar lekker stil. Ja, en wat onveranderd is gebleven is de ruimte in een Avensis. De Avensis is echt een bovengemiddeld ruime auto. Hier voorin, achterin ook, grote kofferbak. Het is echt een goede praktische stationcar. En dat zoek je tenslotte in dit segment. Niet dat die Mazda 6 nou zo'n chick magnet is hoor, maar ik moet wel zeggen, ik vind het in zijn segment een van de mooiste, zo niet de allermooiste auto. En daar mag jij natuurlijk jou over vinden, maar dit is wat ik vind. Die welving alleen al boven die voorspatborden en die indringende blik in zijn koplamp. Ik vind het echt een mooie auto om te zien. En dat geldt ook voor de binnenkant, er is ook een van de betere. Het is heel mooi afgewerkt, allemaal vrij sober, maar strak. Kijk nou naar de leer hier met die stiksels, het zit allemaal goed in elkaar. Bovendien, je zit zo lekker laag, je hebt fijne stoelen en lage zit. Een beetje BMW-achtig gevoel bijna. Dat is nogal wel, toch, als ik dat zeg. Ja, en dan die motor. Laten we eerlijk zijn, ik ga niet één op één vergelijken met die Toyota. Dat zou flauw zijn. Mazda levert alleen maar die 150 of meer. Dus ja, dat kun je niet met elkaar vergelijken. Maar los gezien, het is wel een hele fijne machine hoor. Lekker soepel, lekker krachtig. Je hoeft minder te schakelen, maar als je het dan moet doen, hij is heel precies en direct in de versnellingsbak. Het is een fijne auto om te rijden.
Ja, en hij is ook net eerder dit jaar al gefacelift. De vorige was al fijn, maar ze hebben hem nu helemaal geperfectioneerd hoor. Het is heel precies. Hij zat minder hard dan de vorige, dan voor de facelift. Hij zat comfortabeler, maar precies zoals hij moet zijn. Echt een erg fijne auto. En daar valt maar heel weinig op aan te merken. Zelfs de ruimte. Als je naar het uiterlijk kijkt, dan zou je zeggen dat hij krapper is dan de Toyota. Dat is hij, maar niet heel veel. Hij is ruimer dan je zou verwachten van het uiterlijk van deze auto. Ja, en dan valt er eigenlijk maar heel weinig op af te dingen. Ja, het enige is, ja, het zicht naar achteren is slecht in deze auto. Je hebt kleine ruitjes, dikke D-stijlen. En dan heeft die Toyota ook nog eens een keertje een achteruitrijcamera, wat deze niet eens heeft, terwijl hij het meer nodig heeft. Maar voor de rest, weinig op aan te merken. Ja, je raadt het al, als ik hier ter plekke zou moeten kiezen, zou ik de Mazda mee naar huis nemen. Maar het zijn typische zakelijke auto's en in zaken tellen alleen keiharde cijfers. Nou, de complete test met alle feiten, cijfers en metingen vind je natuurlijk in de papieren autoweek. En om het extra spannend te maken, hebben we daar ook nog een keertje onze eigen Volkswagen Passat duurtester bij gehaald.